Nou, die arbeiders, die werden daar gehuisvest en van daaruit werden begonnen. Ja, ja. En toen was het nog niet zo ver dat ze nog gemechaniseerd hadden toen, in 1956. Ja. Was er veel meer gemechaniseerd dan in 1941. En ook meer dan toen ze in 1942 hier begon, moest er allemaal met de schot gebeuren. Want Henk de Raad die vertelde een keer, hij zegt, goed, hij zegt, we waren in kamp, ze woonden in kamp Blokzeilie, dus dat was vlakbij. En dan moesten we ons binnen in de cultuurboer hier op de eerste boerderij. Ja. En dan gingen we met de schop afgraven en alles was kaal. En ze tegen elkaar zegt, wat? Oh, we moeten zo greppelen tot Urk toe, maar dan komen we niet voor onze dood. En hij zegt, we sloegen elkaar op de schouder, toen zijn we eerst Urk zien en dat was term.